Dus hier zullen we even doorheen moeten. Maar uiteindelijk denk ik dat, net als een meerderheid van Nederland, we met elkaar het begin van het einde van de bio-industrie gaan realiseren. Ja. Fijn dat je luistert naar deze podcast van de Partij voor de Dieren. Getiteld Je kunt nu nog kiezen. Dat is ook de campagneslogan van de Partij voor de Dieren tijdens de provinciale statenverkiezingen. En in aanloop naar die verkiezingen heb ik de geweldige eer om deze podcast te maken met een aantal prominenten uit onze partij. Mijn naam is Nick Bossuyer, en vandaag zitten wij in de Tweede Kamer. Op de fractiekamer van de Partij voor de Dieren. En ik zit hier met Leonie Vestering, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Leonie, leuk dat je er bent. Vind ik ook. Nou ja, het is eigenlijk jouw vaste plek hier. Dus, uh... Nou, niet in de fractiekamer. <laughs> nee, precies. Maar wel in de Tweede Kamer. Nee, ja. precies. Want waar zit je normaal eigenlijk? Uh... Nou, overal en nergens wel een beetje. Dus altijd door het gebouw. Je liefst natuurlijk altijd buitengebouw. Als het even kan uh, ga ik lekker op werkbezoek, lekker naar buiten, de natuur in. Um, maar op een fractiekamer, in commissiezalen, in de plenaire zalen... of voor debatten, om te stemmen, met elkaar te overleggen, op de wandelgang. Dus het is een uh, ja, niet zo mooi gebouw als dat we natuurlijk hadden op het oude Binnenhof. Maar je kunt me hier overal vinden. Ja, ja. en je komt wel aan je 10.000 stappen hier zo, uh, als je hier een dag werkt. Of... Een flink wat stappen, ja, dat zou je niet per se verwachten. En als ik er niet genoeg heb, dan loop ik gewoon een paar keer extra naar die interruptiemicrofoon. <laughs> het kabinet heeft het er ook wel een beetje naar gemaakt dat het zo nodig is... dat wij steeds naar die microfoon uh, willen. Dus willen ze daar vanaf... Dus zullen het dus toch echt wat diervriendelijker en groener en duurzamer moeten gaan opstellen. Ja, ja, en de reden dat jij vaak naar die microfoon bent gelopen de afgelopen twee jaar ongeveer, is de wet dieren. Uh, daar gaan we het zo meteen over hebben, want jij bent de indiener van het amendement voor een aanpassing van de wet dieren. Maar eerst wil ik jou persoonlijk wat beter leren kennen. En uh, daarvoor heb ik even een instartje meegenomen. Ah, de stars. Ja. Mooi toch? Ja. Hoor je dat komt in. Ja. Uh, groteske muziek, ik meen Star Wars uh, te herkennen. Als je dit luistert, uh, zou je zeggen dat je Star Wars fan bent. Uh, klopt dat? Nou, de muziek vind ik echt heel erg mooi. En, en veel muziek vind ik over het algemeen echt heel erg mooi. Ik ga ja. ook graag naar concerten van Hans Zimmer bijvoorbeeld. Oh ja. En daar maak je me heel, uh, heel blij en gelukkig mee. Ja. Ja. Maar waarom dan toch specifiek dit fragment? Ja, omdat het is een heerlijke horenpartij. En ik speelde dus uh, Franse horen. En hier kan je, wij noemen dat altijd als Hornisten lekker scheuren. En dus dan kun je hard blazen op die, uh, op die horen. En ik vind bij veel muziek, in tegenstelling wat je bijvoorbeeld kent bij fanfares, dat je echt op de straat loopt. Hoenpapa, uh, dat heb ik ook <laughs> gedaan. Is dit gewoon iets, uh, ja, dan kun je lekker losgaan op, op je koperblaasinstrument. En uh, heerlijk. Het klopt dat je dit op het conservatorium hebt gedaan. Hè? Want je doet er een beetje luchtig over. Maar het is uh, op hoog niveau geweest. Ja, vooropleiding. Dus ik combineerde dat toen met de Havo en ja dat betekent dus dat je daarna dan doorgaat voor de opleiding en ik merkte dat ik toch wel uh, ja als je talent hebt was het een beetje automatisch dat je doorstroomde naar het conservatorium um, maar mijn liefde zat toch wel elders en toen heb ik toch de knoop doorgehakt om daar, uh, om daar niet mee door te gaan en hoe komt iemand van het conservatorium met een hoorn? toch wel een mooie beeld eigenlijk hoe komt zo iemand hier in de tweede kamerfractie terecht nou misschien wel door je hart te volgen ik denk dat ik dat uh, dat toen al deed door andere keuzes te maken. Hoewel ik muziek maken echt heel erg leuk vind. kan dat natuurlijk ook gewoon als hobby blijven bestaan. Uh, maar als klein uh, meisje was ik altijd al heel erg betrokken bij het lot van dieren. Dat begon een beetje met uh, berggorilla's in Rwanda. Daar ging ik mijn spreekbeurt over houden in, uh, in de klas. Um, en dat uitte zich ook tot echt actief inzetten voor dieren in mijn eigen omgeving. Ik zat graag altijd bij een klein beekje waarbij heel helder mooi water uh, was en allemaal kikkertjes uh, te zien waren. Totdat op een dag de gemeente langskwam en uh, de boel had gemaaid, inclusief de kikkers. Uh, en ik dus ook wel in de pen kroop om uh, bezwaar aan te tekenen. Want uh, ja, je zag hoe daar je mooie natuurstukje, inclusief de dieren, vernietigd werden. En dat vond ik zo. Uh, ja, dat was, deed zoveel onrecht eigenlijk dat, uh, ja, dat dat moest gaan veranderen. Ja, dus dat gevoel, dat hele diepe gevoel van onrecht en daartegen opstaan, dat is het eigenlijk al vanaf kinds af aan in mij gebakken. Die bewustwording, dat is een soort eenrichtingsverkeer, is dus een brug die je overgaat. En als je het eenmaal weet, ja, dan moet je daar, wat mij betreft, ook wel naar handelen. En dat heb ik ook gedaan. En ik ben. Heel erg dankbaar dat ik mij dus ook in de Tweede Kamer kan inzetten voor, uh, voor de dieren. Ja, ja. Die hebben ons keihard nodig. Je zit nu ongeveer twee jaar in, uh, in de Tweede Kamer. En uh, nou, je kan wel zeggen dat je gelijk uh, iets revolutionairs hebt gedaan. Want je hebt een amendement, dat is eigenlijk een soort wetswijziging. Hè? Zeg je dat goed? Ja, dat zeg je ja. heel goed. Gelukkig, voorbereiding goed gedaan. Ja. Uh, die de wet Dieren, die is al dat is een hele oude wet over hoe we in Nederland met dieren omgaan. En hier is een bel. Uh, mm -hmm. dat is, ja, in de Tweede Kamer gaat de bel uh, eigenlijk de hele dag de hele dag. Ja. ja, als er een debat is, toch? Verschillende lengtes. Soms is die kort, soms is die lang. Maar het vertelt ons als kamerleden uh, dat we bijvoorbeeld moeten gaan stemmen, of dat een vergadering is afgelopen. Ja. En wat zegt deze bel? Uh, dat we een podcast aan het maken zijn. Ah, ik okay. heb geen flauw idee. Ja, ja. nee, sommige, sommige ritmes achter elkaar die herken ik. Ik heb ook wel een lijstje, een soort morse, morse code. <laughs> maar deze zou ik niet weten. Wat zou die zeggen, denk je? Ik weet het niet. Ja, het was wel een vrij specifieke je bel. Zei was wet het. Dieren, en dan ging het meteen ja. af. Hè? Ja, ja, Ik denk ja. dat die bedoeld is voor de minister, want die zat niet zo op deze wedstrijd <laughs> te wachten. De censuurbel was het misschien, mm. dat er natuurlijk doorheen blijft uh, gaan, de ja, hele uitzending. Ja. Ja. De wet dieren, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, ja, deze podcast heet uh, Je kunt Nu Nog kiezen. Op 15 maart kan iedereen weer naar de stembus. Uh, ja, waar valt volgens jou uit te de kiezen deze verkiezingen? Uit je idealen. En ook uh, hoe houden we onze leefomgeving leefbaar? Hoe geven we Nederland stadjes door aan de kinderen de komstige generaties? Uh, zorg je voor de kwetsbare waarden of kies je voor je eigen portemonnee. En doe je dat voor de lange termijn of voor de korte termijn? Ik denk dat dat heel erg uh, belangrijk is de komende verkiezingen. Blijf dicht bij jezelf en kies uh, voor een mooie, duurzame, diervriendelijke, groene leefomgeving. Ja, en weet je zelf al wat je gaat stemmen? Of, uh... <laughs> ja, ik sta zelfs uh, op de lijst. Ja, in oh een uh, ja, ja, Provinciale staat in Flevoland mag ik duwen. Okay. Uh, ik heb ook zelf in de provincie gezeten, dus ik weet hoe belangrijk het werk ook is in de provincie. Ook om de dieren en de natuur te beschermen daar. Dus ik wens mijn, uh, mijn lieve collega's overal bij de waterschappen en natuurlijk ook straks de Eerste Kamer. Want daar gaan deze verkiezingen ook over. Heel erg veel succes. Ja, nou, dat uh, is gezegd en ik hoop dat ze het horen. We gaan het nu. Over de wet dieren hebben. Dat is een heel interessant onderwerp uh, waar we in deze podcast wat uh, uitgebreider over uh, kunnen praten. Wil ik even een, uh, een fragmentje uh, starten uh, over de media-aandacht die deze wet al heeft gehad. Want wij zijn zeker niet de eerste die het uh, hierover hebben. Een wijziging op de wet dieren. Politici in Den Haag hebben voor nieuwe regels gestemd waarmee dieren beter beschermd worden. Er is ongerustheid bij dierenbezitters over de aanpassing van de wet, dieren. Ja, onlangs vierde de Partij voor de Dieren nog feest met een heuse eentje staart. Omdat ze het voor elkaar hadden gekregen om een wijziging van die dierenwet er doorheen te krijgen. Wet, dieren? Hé? dat zijn mijn twee favoriete dingen. Nou ja, luister. Nee, wacht even. Want er is iets krankzinnigs gebeurd. En de kans is groot dat jij dat nog niet weet. De Tweede Kamer heeft een wet veranderd. Waardoor de hele bio-industrie moet worden afgeschaft. Maar. Het kabinet weigert die wet in te voeren. Wat is hier gebeurd? Nou, Arjen Lubach die stelt de vraag: wat is er gebeurd? Die vraag gaan we zeker beantwoorden. Maar eerst misschien goed om het af te pellen, zoals het dan zo mooi heet. Wat, wat is de wet dieren eigenlijk? Nou, je, je verwacht van de wet dieren dat die natuurlijk gebruikt kan worden om dieren te beschermen. En zo stond ook in de wet geschreven dat je dieren niet pijn mag doen. Je mag ze niet uh, letsel toebrengen. Je mag ze niet in hun gezondheid of in hun welzijn benadelen. Tenzij dat voor een redelijk doel is. Ja, want, want die wetten die, die bestond al. Dus de, de wet dieren was er al eigenlijk. Ja. Ja. Maar dan kun je natuurlijk met elkaar discussiëren over wat is nou een redelijk doel. En dat is een open norm in de wet. En dat is ook op zich zijn open normen heel gebruikelijk in de Nederlandse wetgeving. En dat zorgt ervoor dat wetten wat tijdlozer zijn. Dat je niet bij ieder nieuw uh, dingetje dat wordt uitgevonden, een nieuwe wet moet schrijven om hem daarop aan te passen. Dus het zijn open normen zoals dat heet. Maar wat is dan dat redelijk doel? En wanneer mag je een dier nou wel of niet in hun welzijn of gezondheid? Uh, aantasten. En wat wij hebben gezegd, hoe wij die wet hebben gewijzigd, is dat dat niet mag om een dier te houden in een bepaald veehouderijssysteem. Dus dat betekent dat je varkens niet meer tussen die metalen stangen klem mag zetten, omdat het je nou eenmaal beter uitkomt als veehouder. Of dat je kippen niet meer mag ontnemen om een stofbadje te nemen, want we hebben het ook over natuurlijk gedrag vertonen gehad met elkaar. Of dat je als je het hebt over letsel aanbrengen, dat je niet meer de krulstaartjes van een varken mag afbranden. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden van situaties die echt heel erg vaak op verschrikkelijk grote schaal in die veeindustrie voorkomen. En waarvan wij nu hebben gezegd, ja, dat valt dus niet meer onder redelijk doel en is daarmee dus verboden. Mm -hmm. En dat was niet iets wat ik zelf bedacht had, maar dat was iets wat al minister Brinkhorst van D66, maar ook zelfs minister Verburg van CDA, waar je het misschien niet direct van zou verwachten. Ja, hoe lang geleden hebben we het dan over? Precies twintig jaar geleden, in 2022, was dat. En ze zeiden, nou weet je wat, dat voeren we over tien jaar in, in 2012, maar uiterlijk in 2022. En laat dat nou net ook een jaar daarvoor het jaar zijn geweest dat ik in de Tweede Kamer kwam. Dus ik ging kijken naar die oude beloftes van die ministers. Wat is er allemaal beloofd en wat is er niet waargemaakt? Nou, dit was zo'n herhaalde belofte, we gaan dit doen voor de dieren. Maar die was niet waargemaakt. Dus ik heb toen aan de Tweede Kamer gevraagd, zullen we eens beginnen met die oude beloftes die de dieren steeds opnieuw gemaakt zijn, zullen we die eens een keertje laten uitkomen. En dat betekent dus dat uiterlijk in 2020, dus per 1 januari 2023, dieren weer hun natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen, dat we hun welzijn niet meer mogen schaden, hun gezondheid niet mogen schaden en ze ook geen pijn en letsel mogen toebrengen in de vee-industrie. En dat vond iedereen een goed idee, het was ook immers niet alleen maar mijn idee. En dat had een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer. Iedereen was het er eigenlijk mee eens. Uh, we, we moeten het, het systeem aanpassen. aan nou, de We hadden een mooie meerderheid in de Tweede Kamer. Ja? Uh, dus daar was ik heel erg blij mee. En het was unaniem aangenomen in de Eerste Kamer als een hamerstuk. Ja, ik kan me nog herinneren. Ik was daarbij dat we vegan taart uh, aan het eten waren hier. En uh, opperbeste stemming. En uh, enorm mooie mijlpaal. Zeker. Ja, want ga maar na. Hè. Ik begon mijn, uh, mijn speech, Het was mijn eerste speech in de Tweede Kamer. met de tekst. Ja. Alle eendjes zwemmen in het water. behalve acht miljoen eenden in de eendhouderij in Nederland. die zien voor het eerst water. op het moment dat ze in een elektrocutiebadje worden geïnteresseerd. Ja. ja, en dat is wel de, de realiteit in Nederland. En we hadden dus een prachtige, mooie plantaardige taart met allemaal uh, lieve eentjes erop. En we vierden inderdaad feest. Want hoe mooi zou het zijn als dieren in de vee-industrie eindelijk weer natuurlijk gedrag kunnen vertonen? En ja. dat we zeggen: het is niet meer redelijk dat we dieren op zo'n manier behandelen als dat we nu doen in de veehouderij. Nou, ja. prachtig. Dan uh, is dit het eind van de podcast. Bedankt voor het luisteren. Nee, nee, <laughs> nee. Helaas. Niet. Want de, het amendement wordt niet uitgevoerd, heb ik gehoord. Uh, uh, er kwam grote paniek, want stel je toch eens voor dat dieren natuurlijk gedrag zouden moeten kunnen vertonen. Jaarlijks worden in Nederland uh, zo'n 600 miljoen dieren, miljoen dieren gebruikt, geslacht, in de Nederlandse veehouderij. En als dieren natuurlijk gedrag zouden moeten gaan vertonen, ja, dan zouden er toch wel heel veel wezenlijke dingen moeten gaan veranderen in die veeindustrie. Dus er werd van alles aan hun haren bijgesleept. Het uh, werd zelfs gesteld dat uh, dit ook effect zou hebben op, uh, op huisdieren en dat dan de hond van de buurman dan ook zijn natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen... en dan de poes van een buurvrouw zou moeten kunnen opeten. Ja. Dus ja hoor, uh, ja, de lobby vanuit uh, nou de toch wat uh, traditionele kant... die liever het laat allemaal zoals, uh, zoals het nu is. Is dat dus... dan lobby, ja? want dat, dat heb je nooit zo bedoeld in, de, in, in het amendement, zeg maar? Dat, uh... Nee, de discussie ging nadrukkelijk over, uh, over de vee-industrie... Ja. Uh, en zo staat het ook in de toelichting. En zo was het ook tijdens het debat. Dus als de rechter gaat toetsen, dan begrijpt hij heel goed dat het gaat om, uh, om de veehouderij. En natuurlijk kun je dat ook nog wel wat explicieter maken in de wet. Ja. Uh, maar tegelijkertijd ga je natuurlijk ook al een beetje fantaseren. Wat zou het mooi zijn als ook dieren natuurlijk thuis in natuurlijk gedrag uh, kunnen vertonen? Want ook daarmee hè, vogels in een kooitje. Kun je heel goed afvragen of die er nou uh, zo gelukkig van worden? Goeie vraag. Maar goed, de wet wordt niet uitgevoerd. Nee, er kwam grote paniek. Ja. ja, grote paniek bij de VVD, bij het CDA, die allemaal bij de interruptiemicrofoon stonden. Van, voorzitter, dit kan toch niet? En oh, die impact op de veehouderij moest maar eens even goed onderzocht worden. Terwijl het natuurlijk ook minister Verburg was van het CDA, die dit zelf had beloofd. En wanneer, wanneer was dit, deze ophef? De, de, het amendement is aangenomen, de wet wordt gewijzigd. En dan, wanneer komt die ophef dan? Ja, een paar weken later was dat. Oké, okay, Ja. ja, ja. ja. Ze realiseerden zich eigenlijk ineens wat die belofte aan de dieren ook betekende. En dat het inderdaad betekent dat de vee-industrie moet gaan veranderen. En je ziet dat dat al jarenlang eigenlijk niet gebeurt. Uh, en dus bedacht de minister: Weet je wat? We komen met een convenant. We gaan praten met de sector. Een convenant? Ja. ja. Het is mijn taak om de moeilijke termen eruit uh, te filteren. Een dus akkoordje. Een convenant is een akkoordje. Ja, ja, we gaan gewoon praten met, uh, met betrokken partijen. Ja. En dan zetten we die tweede en die eerste Kamer gewoon buitenspel. Ja. En dan gaan we het gewoon aan de sector overlaten. Maar ja, wie denkt nou dat die sector zichzelf strenge regels gaat opleggen als het gaat om dierenwelzijn? Ja. Wie denkt nou dat de sector misschien zegt, misschien is het verstandig als we minder dieren gaan gebruiken? Mm -hmm. Dat gaat niet gebeuren. Het is al zo verschrikkelijk vaak geprobeerd om situaties op te lossen met consonanten. Het heeft ons niet verder gebracht. Ja. Het is echt tijd dat de minister die zegt ook: hè, we moeten niet alleen maar focussen op boeren, dat we nu ook gaan focussen op de dieren. En dat zijn we ze echt verplicht. Ja. Dus eigenlijk is dit gewoon ademocratisch, toch? Zo kan je dat zeggen. Er wordt gewoon een wetswijziging niet uitgevoerd. Dat klopt. Ja, ja. en dat is echt, echt ongekend. Ik ben er ook niet over te spreken. Nee. Uh, en dus dit gaat nog een staartje hebben. En gelukkig heeft dat het ook. Want ook de Raad van State die heeft nu gekeken naar een alternatief dat de minister. De Raad wil. van State, wat is de Raad van State? Nou, die toetst bijvoorbeeld de wetgeving, die, uh, waar de minister nu mee wil komen. Een minister van, uh, van LNV, minister Adema, die zegt: joh, ik kom met, een, uh, met dat convenant, met dat akkoordje, en dan ga mm -hmm. ik met de sector praten, over wat hun denken dat dan een dierwaardige veehouderij is. Ik zeg al dierwaardig, want je kunt je mm -hmm. natuurlijk afvragen hoe waardig mm -hmm. dat allemaal is voor die dieren. En dan informeren we daar de Kamer over. En dan uh, nou, kom ik met een wetswijziging die zegt het amendement vestering gaat niet in per 1 januari 2023, is het natuurlijk ook al geweest. Maar het gaat in op 1 januari 2024. En op dezelfde dag laat ik het weer vervallen. Oftewel, hey, ik heb voldaan aan wat jullie wilden, maar ik ga het meteen ook weer uit de wet schrijven. En ik kom dan met een soort kapstokje in de wet. waarin ik zeg: kijk, hier is een haakje en ik verwijs verder naar lagere wetgeving. En dat wordt dan allemaal heel erg technisch. Mm -hmm. Maar dat betekent dat de minister heeft het recht om een algemene maatregel van bestuur te trekken en te treffen. Dat is een AMVB. Een AVB. Ja. Oké, okay, ja. Nou ja. We geven de mensen veel leerstof mee. Zeker. Ja. Ja, dus je moet goed opletten ja, hier in de ja, Tweede Kamer. Ja, want ja. voor je het weet gaat de minister met allemaal snode plannetjes uh, <laughs> onze goede, goede plannen proberen onschadelijk uh, te maken. Ja. Uh, dus hij probeert met lagere wetgeving, die hij allemaal zelf mag schrijven, ja. uh, dat akkoordje vast te gaan leggen. En daar gaat de Tweede Kamer dan niet meer over. Waar de Kamer alleen nog maar over gaat, is over dat haakje. En dat is een hele lege verwijzing naar iets wat nog geschreven moet worden. Dus je kan als Tweede Kamer nooit zeggen: wij hebben bedoeld dat de wet wordt gewijzigd zoals amendement vestering heeft voorgeschreven. En we gaan hem nu veranderen naar een soort lege verwijzing, een soort pijltje in de wet, naar een AMVB, zoals dat heet, die nog geschreven moet worden. En sterker nog. Die geschreven wordt door verschillende sectoren. Dus echt de grote agro-industrie die aan tafel zit met de minister. Ja. Um, en daarmee dus de wet herschrijft. En daarmee ja, kiest dan toch de minister voor de belangen van de sectoren. Uh, en die weegt hij dan wel zwaarder dan de Tweede en de Eerste Kamer. En dat is echt ongekend. Ik ga even de rol van kritische interviewer spelen. Want de minister zegt, de minister van Landbouw, minister Adema, die zegt uh, dat de wet veel te onduidelijk is en uh, dat er veel te veel losse eindjes uh, zijn. Wat vind je van die kritiek? Ja, zeg, dat is wel heel erg makkelijk, denk ik dan, als ik de minister hoor. Ja? Ik had natuurlijk al iets verteld over open normen. Mm -hmm. Dus dat je iets open laat, zodat je niet iedere week weer naar de Tweede Kamer toe moet... en de Eerste Kamer, om een wet te wijzigen. En wat wij gedaan hebben, is dat redelijke doel... wanneer mag je een dier nou wel of niet in zijn gezondheid of in zijn welzijn benadelen... of letsel of pijn toe, toebrengen, is we hebben dat verder geconcretiseerd. We hebben gezegd, nou... Dit was een open norm en wij hebben hem iets minder opengemaakt. Dus als hij zijn eigen wet een beetje vaag en onduidelijk vindt, dan zou ik zeggen, minister, nog heel veel werk in de winkel. Je wetten. laat het hier niet bij zitten. Ik zie de, dat dacht ik niet. de passie in je ogen. Oh, er gaat zeker wat gebeuren. Ja, ja? Hebben, nee, ja absoluut. Dat ja. kan ook niet anders. Dit ja. is echt een afspraak met Tweede in de Eerste Kamer. Ja. En dit moet worden uitgevoerd. En de minister kan met zijn wetswijziging komen natuurlijk. En hij kan een convenant proberen. Maar vooralsnog geldt natuurlijk dat de wens van de Tweede Kamer en de wil van de Tweede Kamer dat die geldig is. En daarbij is het ook heel erg goed dat de Raad van State heeft aangegeven deze week dat de minister met zijn eigen wetswijzigingen, waarbij hij dat pijltje in de wet uh, neerzet, dat hij daarmee niet voldoet aan de wens van de Tweede Kamer. Want de minister gaat daarbij alleen maar in op het natuurlijk gedrag kunnen vertonen in, uh, in dat convenant. Maar hij is daarbij de welzijn en gezondheid en het niet toebrengen van, van pijn en of letsel bij dieren. Die is die per ongeluk vergeten. Ja, daar trappen we mooi niet in als Tweede Kamer en Eerste Kamer. Dus naast de belangen van die dieren, staat hier ook de democratie op het spel. En die discussie gaan we zeker nog voeren in de Tweede Kamer. Dus die strijd is nog niet over. En ik realiseer me ook dat als je iets heel groots voor elkaar krijgt, als er een grote verandering aankomt, dat de weerstand dan ook heel groot is. Mm -hmm. Dus hier zullen we even doorheen moeten. Maar uiteindelijk denk ik dat, net als een meerderheid van Nederland, we met elkaar het begin van het einde van de bio-industrie gaan realiseren. Wat, wat doet dit nou eigenlijk persoonlijk met jou? Dat je zo hard werkt voor een wetswijziging en dat die vervolgens niet wordt uitgevoerd? Ja, het, het is natuurlijk heel erg frustrerend, maar het maakt me tegelijkertijd ook heel erg strijdbaar. Omdat ik weet waar we het voor doen. Die 600 miljoen dieren per jaar die worden gebruikt en worden geslacht. Ja. Die kunnen zelfs niet naar het Malieveld komen. Maar die hadden, als ze de mogelijkheid hadden gehad, hadden ze hier gestaan. En ik probeer ook zoveel mogelijk ook te kijken naar de situatie. Dus ook naar de dieren toe te gaan, naar zo'n uh, intensieve uh, veehouderij, naar zo'n slachthuis toe te gaan. Om te weten waar we het voor doen. En als ja. je dat gezien hebt, dat beeld krijg je nooit meer van je netvlies. En dan sta je hier wel, hoor, strijdbaar. En ja. dat geef je echt niet op als zo'n minister een beetje moeilijk doet. Nee, want jij gaat voor werkbezoeken naar slachthuizen toe. Nou, dat klinkt alsof het, uh, ja. alsof het een gezellig <laughs> dagje uit is. Dat is maar, het niet. Uh, nee, nee, dat is nee. het niet. Maar ik wil heel graag weten waar ik het over heb, waar ik het voor doe. Mm -hmm. En uh, ja, ook zien wat er gebeurt. Ja. Ja. En um, gelukkig heb ik natuurlijk heel veel ondersteuning... en mensen die me vertellen wat er gebeurt, maar... En ja, als je iets ziet en als je met de mensen praat en als je de dieren in hun ogen kijkt, dat vergeet je nooit meer. Nee, nee dus dat is een extra motivatie om, uh, om door te knokken. Zeker, ja. ja. En dan ja. kun je zelf soms denken, poeh, het is wel heel zwaar hier in de ja. Tweede Kamer. En dan denk je even aan de dieren en over hoe zwaar zij het hebben. Nou, ja. er zit er genoeg strijdlust in om door te gaan. 600 miljoen dieren per jaar, dat is toch een ongelooflijk aantal, hè? Ja, echt om niet ziek te van te worden. Ja. Ja. Nou, ja. 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 het is een keuze, hè? We kunnen stoppen daarmee. Ja, en toch heb ik soms het gevoel dat het echt heel erg langzaam gaat. En dat er nog zoveel vlees in de schappen ligt. En uh, ja, hoe ja. zie jij dat? Nou ja, gelukkig zie ik ook wel steeds meer plantaardig aanbod. Het lijkt echt op, uh, op vlees voor mensen die heel graag ook die structuur en dat gevoel ja. uh, hebben. Dan uh, denk ik, ja, we komen er wel. Dus een beetje uitzoomen en mm -hmm. dan uh, maken we wel stappen. Maar ik snap wel, als je aan al die dierenlevens denkt, dat dat natuurlijk wel, uh, ja, daar word je wel eventjes uh, draaierig en misselijk van. Een beetje een lastig bruggetje eigenlijk. Maar ik heb nog twee uh, rubriekjes. Uh, ja, voordat we deze show gaan afsluiten. Uh, ik ga je zo meteen wat dilemma's voorleggen. Want hè, deze podcast heet Je kunt nu nog kiezen. Dus ik wilde je een aantal keuzes voorleggen. Uh, maar eerst uh, heeft uh, de gigantische redactie van uh, dit programma... heeft uh, luisteraars gevraagd om uh, uh, vragen aan jou te in te sturen. Dat kan via onze Instagram. Dus uh, wie volgende week een vraag wil stellen, we kondigen ruim op tijd aan wie de gast is. En dan kunnen mensen een vraag stellen. Oh, daar kan ik ook een vraag stellen. Jij kan ook volgende. een vraag stellen. Wat ja. Leuk. ja, ik mag helaas nog niks zeggen over de, de gast. Maar uh, ik zou zeker weten te luisteren. Als een kleine ik u... tip: Hint? Ja. Uh, Dierenvriend. Oeh. Meer kan ik er niet over zeggen. Ja. Nee. We hebben alleen maar dierenvrienden. Toch? Ja, precies. Ja. Wij zijn natuurlijk ook de Partij van de Privacy. Mm -hmm. Dus ik le lees alleen voornamen voor. Nee. Ik heb hier een bericht van Miroya. Hey. Uh, die heeft als vraag, echt een leuke vraag vind ik: uh, de vraag is: wat kunnen wij als burgers of actieve leden doen om de druk op te voeren op minister Adema? Goeie vraag. Ja. Nou, ik kan wel wat steun gebruiken natuurlijk. Het ja. is heel erg fijn als mensen schrijven brieven naar de krant, naar de minister... naar politieke partijen die zich misschien een beetje hier proberen onderuit te wurmen. Mm -hmm. Hou die druk hoog en blijf het verhaal ook vertellen, ook in je eigen omgeving. Mensen willen niet meer dat de bio-industrie in Nederland bestaat. Dus ga het gesprek met haar over aan. Vertel over die wijziging van de wet dieren... En dat de minister daar dus uh, onderuit probeert te komen. Dus dan hebben we het over op verjaardagen tegen oom Theo zeggen dat hij toch eens uh, moet stoppen met vlees eten. Ja, nou ja dat, dat helpt <laughs> natuurlijk de wet dieren niet per se een stukje verder. De dieren natuurlijk wel, dus dat is altijd uh, heel goed om te doen tegen oom Theo. Um, maar het is ook wel belangrijk, oh daar gaat de bel weer. Ja. Ja, de ja, bel we is... hebben het weer over de ja, wet dieren. Ja. <laughs> de censuurbel <laughs> is er weer, ja. Maar wij gaan gewoon door. Hebben we nog een afsluitende rubriek? Het lijkt wel echt een professionele show. dit, hè? Het is, uh... Ik vind het wel heel ja, erg leuk. Mag bemerking. ik ook terugkomen iedere week als een soort vaste gast? Een soort tafeldame. Ja. ja, misschien moeten we dat eens. Uh, we hebben dinsdag is er een fractievergadering. Dan gaan we dat opwerpen. Leuk. Dat is uh, een goed idee. Maar goed, ik heb dilemma's voor je. Hmm. Je kunt nu nog kiezen. Jij mag ook een aantal keuzes maken. Um, havermelk of sojamelk? Havermelk. De provincie of de Tweede Kamer? Provincie. Dat was te snel, hè? Ja, dat was heel snel. Ja. Ja, ik ga je zo vragen waarom. Kweekvlees of insectenburger? Kweekvlees, maar alleen als er echt geen dieren voor zijn gebruikt. Leven zonder muziek of leven zonder politiek? Ja, leven zonder politiek. Ja? Ja, zeker. Oké, okay, oké. Okay. Een werkbezoek of een kamerdebat? Dan een werkbezoek. Oké. Okay, ja. Ja. De minister van Dierenwelzijn of de beste hoornspeler ter wereld? De minister van Dierenwelzijn. Oké, okay, ja. ja. Dierenrechten. Ja, de laatste. Want voor Adema was Staghouwer de minister van Landbouw. Dan is nu het ja, dilemma. Ja, ik moet even denken, wat was dat? Ja, vorige, wat was het ook weer? Ja, ja, ja. ja, dat is een soort uh, roulatiesysteem. Ja, hè? wie ja. was het allemaal? Ja. Dan is het dilemma: Staghouwer of Adema? Nou, Stachhouwer heeft mij verteld dat hij de handtekening onder de wet dieren ging zeggen. Dus voor mij is het dan Stachhouwer. Oké. Okay. Nou, ik wil over een aantal nog heel even kort uitweiden. Provincie of Tweede Kamer? Zei je heel snel provincie? Ja, dat was snel, hè? Ja, ja, te snel. Ja, nou ja, omdat het natuurlijk gaat om de provinciale statenverkiezingen die ja. uh, nu gaande zijn in de verkiezingen. Het natuurbeleid is helaas gedecentraliseerd naar de, de provincies toe. Ja. En ook het stikstofbeleid wordt nu, hup, over de schutting gegooid naar de provincies. Dus... Ja, er ligt echt een hele belangrijke taak bij de provincies. En ik wil ze allemaal van harte ondersteunen en toejuichen en aanmoedigen in deze aankomende verkiezingen. Omdat we dan uh, het beste resultaat strakjes binnen kunnen halen voor de ja. dieren, voor de natuur en ja. uh, voor de toekomstige generaties. Ja, het is eigenlijk een hart om de riem is het ook, door te zeggen, de provincie. Ja, en ja. ik vind het ook echt, iedereen kijkt altijd maar naar de, de Tweede Kamer en OOO oh, oh, oh Den Haag. Mm -hmm. Maar die provincies zijn heel erg belangrijk. Ja. Dus vergeet ze vooral niet. Want daar gebeuren, gebeuren belangrijke dingen. En zitten mensen die keihard werk leveren. En ja. Veel allemaal nog naast, naast hun werk. Dus dat is echt, echt. Dat moet je niet onderschatten. Hoor. Werkbezoek of kamerdebat, daar moest je heel lang over nadenken. Maar toch een werkbezoek. Ja, maar ik vind het wel een dilemma. Ja, ja dus het is dat was het idee. Een goede... Ja, dat ja, is het. We ook hebben hier inderdaad. echt dagenlang is... aan gezeten. Met het hele team. <laughs> het ja. is goed gelukt. Ach, oh, gelukkig. Ja. Ik vind een debat heel erg leuk om te doen. Ja. Um, en ook, ja, weet je, daar kun je natuurlijk die politieke resultaten uithalen. Ook zeker ook plenair op het moment dat je emoties hebt en je erover gaat stemmen. Ja. Maar op werkbezoek gaan is natuurlijk ook met contact met mensen die fantastisch werk doen en, en goede ideeën hebben. En mooie dingen in de praktijk zien. Want We gaan natuurlijk niet alleen maar naar slachthuizen en naar de plekken, nee. maar ook echt hele mooie initiatieven. Wat of was even... je mooiste werkbezoek? Um, nou, eigenlijk vind ik de, de wandelingen in de natuur met, met verschillende boswachters of ecologen altijd heel erg fijn om te doen. Mm -hmm. uh, maar eentje die me ook heel erg is bijgebleven is een werkbezoek bij een no shit akkerbouwer die dus geen dierlijke mest gebruikt. En oh, daar ja. waren heel veel dieren. Maar dat ja. waren vlinders en allemaal mooie dieren in de bodem. Ik denk dat het tijd is om deze podcast af te sluiten. Helaas, ik vond het echt superleuk om met je te praten. Ja. Eens gelijk, de tijd ja. vliegt voorbij. Ga jij zelf nog op campagne eigenlijk? Of? Ik heb allemaal mooie afspraken in ja. mijn agenda staan. Eentje bijvoorbeeld over de filmvertoning over de wolf. Want ook daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Ja, nou. Dus wie weet zie ik uh, jou nog of, uh, ja, of, of luisteraars. andere mensen ja, ja, die ja, deze superleuk. podcast hebben gehoord. Want dan hoor ik het natuurlijk ook heel erg graag. Ja, volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast. Uh, met een uh, speciale gast. Uh, die gaan we in de loop van volgende week bekendmaken. En uh, voor nu, Leonie, hartelijk dank dat je hier was. En voor de luisteraars, uh, geef ons lekker veel sterretjes uh, via de podcast app. Zodat we een beetje omhoog komen. En uh, zodat mensen het uh, verhaal van de Partij voor de Dieren kunnen horen. Uh, dus uh, tot volgende week. Tot dan? Ja. Ik ga luisteren. Ja, nou gezellig.